Welkom bij Henk Ruiter ontmoet Joke de Kruij. Tada! Hi Joke. Hey Henk. Als ik denk aan jou, denk ik aan mij. Oh ja? Denk aan mij, hè? Denk aan mij. Dat is het eerste liedje wat we samen hebben gedaan. Ja, volgens mij wel. In Italië. En weet je nog waar? Ja, in Italië. Precies. Dat waren nog eens tijden, Henk. Ja, in Florence. Oui. Ja, si. Op een ledenreis van de Tros. Ja. En jij was er al en ik zou dan invliegen. Invliegen. En ik was op Schiphol en ik zag flight cancelled. Nee, nog niet eens cancelled. Flight delayed. En op een gegeven moment was hij cancelled. Dus zie ik, hoe kom ik ooit in Florence? Ja. Dus een nacht slapen op Schiphol en daarna naar Rome met vliegtuig en dan met de taxi naar Florence. Ja, dat was echt een waanzinnige rit. Jij was dood en dood. Ik was ontzettend, we moesten gelijk. Ja, ook nog. Nooit gerepeteerd. Nee, het was echt een soort van plop. Het ging als een, tenminste. Maar we gingen als een trein. Zo is het. Zo is het. Misschien wel net zo goed als dat hij nu gaat. Nou, dat, we gaan hem gewoon doen. Gaan we proberen. Ons vaarwel, herinner mij, blijf mij herinneren, een mens vergeet zo snel. Komt die dag, als je het beleven mag, dat je herboren bent en vrij, ook al is het maar voor even, denk terug aan mij. Je bent het nog niet verleerd. Nee. Ja, fantastisch. Nee, dat zit in het systeem. Dit is een belangrijk nummer voor jou, hè? Ja, heel belangrijk nummer voor mij, ja. Want? Dat is natuurlijk toch dat prachtige stuk, Phantom of the Opera, waar voor mij in Nederland het eigenlijk... Nou ja, ik had Les Miserables al gedaan, dus dat was natuurlijk ook al. Maar dit was mijn hoofdrol, zeg maar, in zo'n groot stuk. En het was zo'n mooi verhaal. En want het komt uit Phantom of the Phantom Opera? Phantom of the Opera, ja, klopt. Inderdaad. Ja. Dus je hebt het hoe vaak wel niet gespeeld? Ik weet het niet. Ik ben niet zo'n teller. Nee. Er zijn mensen die ontzettend dat soort dingen tellen, maar dat is niet mijn ding. Nee. Dus ik heb geen idee, want ik heb het ook nog in Duitsland en in Oostenrijk gedaan. Okay. Dus ik heb het ook allemaal nog... In het Duits ook? Ja, heerlijk. Heerlijk. Dan denk aan mich? Of? Ja, denk aan mich zärtlich. Ja, dat zijn toch... Ik vind Duits een
prachtige taal. Ik ben ook begonnen natuurlijk in Duitsland met de musical Cats. En dat was mijn eerste begin. Dus daar zit je een uur van tevoren jezelf helemaal tot kat te transformeren. Ja, was heerlijk. Was heel leuk. Dan lieten ze eerst een helft, deden zij. Oh, dat deden zij. En dan mag jij de andere helft erbij doen. En dan daarna deed je het zelf. Dus zo leerden ze het aan je. Dat je de ene helft deed en dan moest jij het de andere helft doen. En uiteindelijk moet je het dan gewoon lekker zelf doen. Ja, en het was... heet het dan ook in het Duits Cats? Ja. Dat wel. Ja, over de hele wereld. Ja, ja. Het is natuurlijk toch een Andrew Lloyd. Ja. Dus dat is dynamisch beschermd. Ja. En de grootste hit daaruit is waarschijnlijk toch wel Memory, hè? Ja. En zong jij die dan ook, of niet? Ik zong die als kleine kat. Dus niet als Grisabella, maar als Syllabub. Zo heet dan haar dat karakter. En zij antwoordde dus Grisabella. Dus ik heb nooit echt Memory als groot nummer gezongen, maar wel in kleine stukjes. Maar het is natuurlijk wel heel gaaf om dat nog een keer te doen. Laten we het gewoon proberen. We zien wel waar we eindigen. Touch me,
oh god, dit is echt wel een pittig lied hoor. En later ben je uiteindelijk toch ook wel wat minder, wat meer, zeg maar, die kleine musicals op gaan zoeken, toch? Ja. Ja, omdat... Is dat bewust eigenlijk? Of, ja, een beetje kwam wel. Kwam dat toevallig op je pad? Het kwam en toevallig op mijn pad, maar ook wel bewust, omdat het kwam, Willeke de Musical kwam na Phantom op mijn pad. En dat was zo'n kleine musical geproduceerd door Bergen. Nou, Gerard Cornelissen, die is hier wel bekend in deze enorme contraille. Ja, ja dat zeker. Is, absoluut. Dus dat is echt dat, super gaaf. Daar heb ik zo fijn mee gewerkt. En ja, Willeke, dan mocht ik zelf ook af en toe zeggen van... Ja, maar dit voelt niet. Mag ik in plaats van hier staan, mag ik dan hier staan? Ja, ja, ja. Of, ja, ja. Ja, nee, maar nu wil ik het... En dat was zo anders, want... Het werd gemaakt, de Mac eigenlijk. Webber, de Mac Webber musicals staan gewoon vast. Je gaat naar rechts, je gaat naar links en je hijgt hier. Ja, zo ging het. Het was letterlijk. Dit moet je hier doen. Tot op dat niveau staat het. Ja, best wel. Ja. Weinig zelf inbrengen. Dus die kleine musicals mocht ik opeens veel creatiever zijn. Ja. Vanuit jezelf. En, dat is, en voelde je een beetje op je gemak in de rol van Willeke? Ja, super gemak. Ja. Dat was zoiets bijzonders. Dat was alsof ik in de huid kroop van. Ik weet nog bij de auditie vroeg ze op aan met ogen, kan je het een beetje à la Willeke zingen? En op een of andere manier kan ik dat timbre heel goed pakken van haar stem. En waar ze echt zoiets van, wauw, je klinkt ook als Willeke. En dat, dat heeft mij geholpen. Heeft om die het rol te haar zegen ook, ja? Ja, ze is er toe komen kijken bij de repetities. Ja. Ook met haar broer, Tony Alberti natuurlijk. En ik was super zenuwachtig. Want, nou, ja, je hebt ook een beetje die Amsterdamse, ja, Amsterdam-Noord, zo te horen. Ik kom uit Amsterdam-Noord, dus ik ook dat Amsterdamse, dat heb ik wel gaan. Duizend. Ja, ja, precies. Ja. En nou, dat dus. Dus ja, dus dat, en zij is ook netjes gaan praten, maar kwam natuurlijk ook eigenlijk uit de Jordaan. Dus er waren wel heel veel van dat soort dingen. En waar ik me het meest natuurlijk druk om maakte was, als zij nou maar gaat kijken, ziet zij dan ook zichzelf? Ja. Hè? Want ik speel iemand die eigenlijk nog leeft. Dat is, ja, best bizar. Dat, ja, dat is want meestal zeg. Maak je musicals over mensen die, of die gestorven zijn. Maar ik speelde dus gewoon Willeke. En ze is komen kijken. Ja, ik geloof dat voor haar ook heel bijzonder was en fijn was om weer haar nummers en liedjes tot leven te zien komen. En nou ja, ze heeft natuurlijk zelf nu ook nog een fantastische carrière. Ja, nog steeds. Hè. Ja. En ik heb één keer samen met haar. Heeft het misschien ook een beetje een boost gegeven? Ik wel, denk het wel. Want ze kwam met Paul de Leeuw toen de première kijken. En die heeft toen ook een beetje haar weer een beetje meegenomen. En dus ik denk dat dat een mooie push was. Ja. Was dat toen ook eigenlijk een van de eerste musicals die het leven vertelt van iemand uit Nederland? Ja, ik denk het wel. Want daarna zijn er weer wel meer van dat soort musicals gekomen. Ja. En wat ook heel leuk was... dat we aan de hand van haar liedjes een musical vertelden. Wat later natuurlijk bij Mamma Mia heel erg is gebeurd. Dus ik heb het gevoel dat dat een beetje de voorloper is geweest. Ja, want al die nummers die wij zongen, die kwamen op een bepaald stuk in dat verhaal. En die sloegen allemaal op haar leven. Ja, dat is natuurlijk super gaaf. Spiegelbeeld. Vertel eens even, ben ik heus zo oud als jij? Ja. Ja, wat onder andere meer? Telkens Weer natuurlijk. Oh, Telkens Weer. Ja, Telkens Weer is fantastisch, hè? Ja. Francis gezongen volgens mij. Ja, die heeft Francis gezongen. Ja, maar ik kan geen genoeg van krijgen. Van, ja. Dat vind ik een heel mooi nummer. Ja. Maar samen zijn is natuurlijk ook een... Ja, dat vind ik ook een heel bijzonder nummer. En ik zing dat heel veel. Vooral ook bij ouderen soms, als ik wel eens voor ouderen optreed of wat dan ook. Dan... Is dat nu, deze tijd ook? Ja, dat doe ik af en toe. Sta je dan voor de... Ja, ik sta beneden gewoon voor de ramen en voor de balkons. Samen met, doe ik dan een collega, vind ik leuk, jonge mensen zeg maar, neem ik dan mee. Maar ja, we doen het allemaal voor de liefde natuurlijk. Ja? Ja, absoluut. En, maar de mensen zijn zo blij. En we komen dan wel vaker op een bepaalde plek en dan is het op het eind... Samen zijn horen van je. Ja, dan zeg ik, nou, moet hij nou weer samen zijn? Ja, weer samen zijn. Nou, dan gaan we weer samen zijn. Dat is een mooi liedje. Ja. Ik ga het even proberen met de melodica. Het is goed. Oh ja, leuk. Ik weet niet helemaal 100% zeker of het allemaal goed gaat, maar dat zien we dan wel weer. Ja.
even met je praten. Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt als je alleen bent. Want het is alsof de dagen zonder jou zo hol en bijna leeg zijn. Heb jij dat ook? Gevoel van onrust, dat het niet voor altijd door kan blijven gaan. Zal die twijfel voor ons blijven bestaan? Samen zijn is samen lachen, samen huilen en leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm, gekleurder dan dit grauwe om ons heen. Want samen zijn, ja samen zijn, dat wil toch iedereen. Vriendje, mag ik even aan je hangen, je warmte voelen, ook al is het maar heel kort. Heb jij dat ook? Gevoel van rust dat je bekruipt als je me aankijkt. Want het is alsof de nachten samen zoveel meer en echt gemeend zijn. Heb jij dat ook? Gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens blijf ik naast je staan. Samen zijn is samen lachen, samen huilen. Nou, Joke, dat was... Was dat het? Dat was ontzettend leuk om eens eventjes een beetje bij te praten. Echt waar? En toch vind ik het, zou ik het zelf erg leuk vinden om nog af te sluiten, zeg maar, met een nummer waar jij dan niet in, een musical waar je niet in gespeeld hebt, maar die we wel eens samen hebben gedaan. Ja. En die... ja, volgens mij in deze tijd super... Binnen kan komen bij is. Mensen. Ja, belangrijk ook is, omdat we hebben iets nodig om door te kunnen. Zeker al mijn lotgenoten. Jij, ik, de technici, de mensen achter de schermen, de visagisten, alles. We hebben wat inspiratie nodig, denk ik. Mooi bruggetje. Ja, heel mooi bruggetje. We hebben even, ja, om het op een of andere manier toch werkbaar te maken. Zodat wij toch iets... kunnen betekenen nog, want nu voelt het alsof we eventjes helemaal stilstaan. Ik voel me ook wel een beetje verloren, af en toe. Ja. Ik moest denken aan dat boek De Amerikaanse Prinses. En dat is, die heeft ook de nodige tegenslag gehad, maar die weet altijd, die wordt echt niet daardoor meezuigen, maar die zoekt altijd nieuwe wegen, zeg maar, om door te gaan. Ja. Want de omstandigheden verander je toch niet. Nee, het is net hoe jij het oppakt en hoe jij ermee omgaat. Ja, en dat is het. Je moet jezelf, of ik probeer mezelf in ieder geval elke dag weer in het licht te zetten. Dat klinkt heel zweverig, maar dat is letterlijk en figuurlijk. Het licht te zoeken, dus als er iets wat ik leuk vind, dat moet ik even doen. Of even iemand die ik lief vind, even praten. Maar ook, letterlijk de zon in,
En hier natuurlijk in theater, dat is wat wij zo gewend zijn. Dat licht op je, dat maakt je blij. En dat, nou ja, en ik hoop dat er echt heel veel slimme mensen in theater zoveel inspiratie krijgen. Dat we iets bedenken waardoor wij wel weer aan de gang kunnen en aan de slag kunnen. En daar moeten we gewoon ook, dat moeten we gewoon ook vasthouden. Toch? Zo is het. We gaan het doen. Een idee ooit tot stand, kan zo'n gedachte ontstaan? Waar komt dat helder ogenblik, dat inzicht toch vandaan? Dat komt door ons zin voor zin. Was de stem van een van ons die jou dat inzicht gaf, de stem van iemand als wij, onzichtbaar aan je zij, en zo luisterde jij toe. Je noemde het inspiratie. Steeds geweest. Zo krijgt het kind. Zo wordt de sterveling een held, zo wordt vooruitgang geboekt. Dat komt door iemand van hier, de mens bereikt op die manier het hogere niveau. Je noemde het inspiratie. Nou. Dankjewel, Joke. Dankjewel, Henk. Het was heerlijk om even zo is dat. Muziek te mogen maken samen. Bye bye. Bye.